ooit zo een moment gehad in je leven waar je al super lang naar uitkijkt, maar echt super lang? En op het moment dat er is, ben je op de een of andere manier echt heel bang en heb je echt superveel stress. Weet je eigenlijk niet wat de fuck er gaat gebeuren. Want je leeft wel super lang naar dat moment en dan opeens is het daar en dan. Je had het zo niet verwacht. Je had zo niet verwacht dat het ooit ging komen. En nu is het er zo en. Ik weet niet hoe ik mij moet voelen. Het is nu dinsdag. Ik zit op de trein. Ik ga naar school. Het is 2:15. En ja, ik weet niet precies waar het gaat gebeuren. Maar het ziet er niet zo rooskleurig uit. Snappen jullie? Het is niet dat ik naar school ga om een Nobelprijs op te halen ofzo. Het is kijk. Zoals ik in een livestream al had gezegd, ik heb een soort van contract gekregen op school waarin staat dat ik allemaal dingen niet meer mag doen omdat ik te veel heb gesnapchat op school, omdat ik eigenlijk gewoon te veel dingen heb gedaan dat elke normale tiener op school doet. Maar omdat ik meer volgers heb dan de rest en omdat ik iets bekender ben en iets populairder, mag ik dat niet doen. Omdat dat een soort van slechte reclame, omdat mijn posts bij mensen komen waarbij ik niet moet komen en zo, wat ik echt belachelijk vind. En nu ga ik naar school, het is vandaag 2 dagen na de vakantie en ja, ik weet het niet. Het is redelijk eng. Het is fucked up. Waar precies in die brief staat, mag ik niet zeggen. Maar ik kan het wel heel grootschalig zeggen. En in dat contract staat er dat ik geen negatief gedrag meer ga vertonen. Dat ik correct, vriendelijk en beleefd ben tegenover leerkrachten. Dat ik het schoolreglement respecteer. Dat ik altijd op tijd kom. Dat ik niet meer onwettig afwezig ben. En dat ik de privacywet respecteer en geen filmpjes van op school op social media zet. Dat houdt dus in dat ik niet mag snapchatten en zo, dat ik niks van Instagram story mag zetten, dat ik niks mag doen. Want blijkbaar staat in het schoolreglement dat je niet mag snapchatten en zo, terwijl echt heel de school snapchat en ja, oké. Okay. Als ik 1 keer te laat kom, leg ik buiten. Als ik 1 keer het schoolreglement overtreed, leg ik buiten. Als ik 1 keer de taak te laat in, die leg ik buiten. Als ik 1 keer commentaar geef op een leerkracht, leg ik buiten. En ik moet nu naar school. Dus dat is niet zo goed, want ja, kijk. Het is fucked en ik heb redelijk veel stress, want ik weet zo ongeveer wel waar gaat gebeuren, maar ongeveer wel heb ik er, jullie snappen waarschijnlijk niet wat ik bedoel, maar het is heel raar. Het is heel, 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 heel fucked up. En ik zou willen zeggen, het doet me niks, zoals ik altijd doe. En gewoon doen alsof dat me niks doet en gewoon een of andere dance move doen ofzo en dan nog eens goed lachen. Maar vandaag zien jullie hoe de echte ace dit is zonder het stoere pakje aan. Volledig gefokt. Volledig gefokt. Ik heb net ook een bericht gekregen van de treinconducteur die net passeerde. Ik moest lachen, maar hij heeft het niet gezien. Ik zat hier zo met mijn voet op de bank en ik weet dat dat niet mag en ik doe het nu weer, oké, sorry. En hij zei op een hele droge manier, ik weet eigenlijk niet waarom. Meneer, per voet op de bank is het €75. Dus nu weet je dat ook weer. Per voet die op de bank legt. Dus per voet, als je er 2 legt, is dus 2 keer €75. Oké. Okay. Let's go. Als ik zo zeg dat ik niet doodga van de stress, dan. Ja, dan ben ik aan het liegen. Want het is wel zo. Okay, ik denk dat er een paar aders in mijn hoofd gaan ontploffen. Echt niet goed. Let's go. Het is gebeurd. Ik ben van school afgestuurd. Van school afgestuurd worden. Ja, die kan ik ook van mijn bucketlist halen. Dag school. Het was leuk. Leuke 5 maanden. Het was super chill. Holy shit. Ik weet niet echt hoe ik dit moet uitleggen aan jullie. Maar damn. 2017 is zo nog maar een paar dagen bezig. What the fuck? Ken je dat gevoel als je haast hebt naar ergens en je moet echt hard lopen om het te halen? Bijvoorbeeld naar de trein of zo. En je weet als je die trein mist, dan ga je zo fucked up zijn. En je moet echt super snel lopen en je moet echt allemaal shit doen. En gewoon elk verkeerslicht dat je tegenkomt staat op rood. En je moet elke keer gewoon wachten en wachten. En alles is gefokt en je mist die trein gewoon super hard. Ja, zo voel ik me nu echt. En 2017 is nog maar even bezig. Mijn telefoon is gestolen. Ik ben op straat half in elkaar geslaan. Van school gestuurd. Ik heb geen geld. Ik weet echt niet wat ik nu moet doen. Kijk, je fiets hier zoeken, dat is ook echt geen pretje. Ik heb geen flow idee waar mijn fiets staat. Shit! Let's zoek mijn fiets. Waar ben je? Fuck. Ik heb hem gevonden. Dit is mijn fiets. De fiets is
zeker niet gestolen. Hey, dit is mijn fiets. En die ga ik nu meenemen naar Blankenbergen, want ik heb mijn fiets niet meer nodig om naar school te fietsen. Want ik heb geen school. Shit. Tijd voor een stressplasje. Fucking stressplasjes. Het voelt alsof ik weet het niet, alsof ik zomervakantie heb, maar toch niet. Alsof ik zomervakantie heb, maar het is nog altijd winter en ik heb het helemaal opgefokt met mijn examens. Zo voelt het een beetje. Wat ga ik nu doen? Yoghurtje eten. Stress yoghurtje van de dag. Na het stressplasje. Het smaakt wel lekker. En opeens voel je je al een stuk beter. Misschien moet ik ook nog een boterham met kaas eten. Hashtag free acid. Wat moet ik nu doen, Marcel Kat? Wat moet ik nu doen? Heb jij geen raad? Ah, jij wil gewoon een stukje hesp. Ik dacht dat mijn kat mij kwam steunen. Het is wel gewoon een stukje hesp. Alsjeblieft. Hier is jouw eigen gepersonaliseerd stukje hesp. Thanks, Nathan. Ga je het opchappen of niet? Dan put het broodje in de... Yeah. And then we do this. Yeah. Gang, gang. En op het moment dat je denkt dat alles even niet meer erger kan, de ketchup is ook op. Hoe kan je nu je croque monsieur eten zonder fucking ketchup? Smakelijk. Zo zit ik hier weer. Jij. Goeie chilling. Kijk, ik weet niet zo goed wat ik nu moet doen. Gewoon chillen, denk ik. En strijder blijven. En proberen gewoon iets goed te doen met mijn leven. En goede shit zoeken. Het is vreselijk wat er allemaal gebeurt de laatste dagen. Kijk, ik ga jullie even ook iets tonen wat er net gebeurd is. Want de laatste tijd snap ik echt niet meer welke video's er views halen op YouTube. Snap je? Ik kijk naar YouTube meestal omdat ik wil lachen. En omdat ik gewoon iets grappig wil zien. Niet omdat ik wil doodcringen in een hoekje. Omdat mensen rare vragen stellen. Zeker geen blame naar Monica Geuze. Want ik ben een beetje verliefd op haar. Heb je veel seks? Ja. Ben je wel eens in je reet geneukt? Nee! Nee! Dat! Nee! Oh! Dat kan je niet vragen! Niet op die manier! Shit! Oké. Oké, ik kan er weer tegenaan, Dus ik ga vanaf morgen beginnen zoeken naar een oplossing wat ik nog kan doen. Want ik voel een beetje alsof ik in het doolhof zit en ik het gewoon volledig heb opgegeven. Dames en heren. Pijnlijke dag. Er komen pijnlijkere dagen aan, maar kijk. Op de momenten dat je het kutst hebt in je leven en moet je strijden. En als je er deftig uit kan komen en als je er goed uit kan komen. En als je er als echte fucking, weet ik veel, Spartacus uit kan komen, dan ben je nog harder. Dus ik denk dat dit de grootste uitdaging is die ik ooit heb gehad in mijn leven. Wat ik nu moet doen. En een nieuwe school zoeken is echt heel makkelijk gezegd, maar dat is het niet. Moet ik nu ineens geneeskunde gaan studeren ofzo? Dames en heren, ik ben Acid en ik ga nu even... Ik weet het niet. Doei. Even wearing a broek, but that boeit niks. Yo! Ik weet niet hoe stoned ik hier was, maar mijn ogen zien er echt gewoon uit alsof ik Chinees ben ofzo. Mijn haar... Oké, misschien moet ik gewoon nog een filmpje kijken. Kan niet zo erg zijn waar allemaal op YouTube staat. Er moet toch ook goede shit op YouTube staan? Shit, wat is dit? Wat is dit? Nee. Oh shit, no! What the fuck? Nee. Ze zijn al... Ah!